zangcarrière of YouTube? Nou, dat is natuurlijk de moeilijkste vraag die je me kan stellen. Ach, ja, ik kan hier dus gewoon echt niet tussen kiezen. Want dit wordt me zo vaak gevraagd. Het kan niet. Maar idealiter, en misschien wel gewoon een YouTube-carrière waarop ik zing. Maar op een YouTube-kanaal waarop ik zing. Misschien dat. Oh, ja, dan heb ik toch liever dat tweede. Want ik heb wel eens eerder meegemaakt, niet zozeer met muziek, maar wel met YouTube, dat iets wel goed werkte, maar dat ik me er zelf niet helemaal cool bij voelde. En dat voelt dan toch niet helemaal lekker. Alsof je een soort van hebt vals gespeeld. Ik denk toch veel views en veel kritiek. Omdat ik denk dat ik tegenwoordig wel wat beter tegen kritiek kan. En goed kan onderscheiden van oké, wat vind ik belangrijk, waar kan ik iets mee en waar niet mee. Maar het zou wel heel, heel heftig zijn, denk ik. Nou, ik ben dus altijd heel erg bang dat als je terug naar het verleden gaat, dat je dan dingen verandert. En ik ben best wel tevreden met hoe alles op dit moment is. Dus dan zou ik liever naar de toekomst gaan. Nooit meer zoenen of nooit meer knuffelen. Dan toch nooit meer zoenen, denk ik. Ik hou wel heel erg van knuffelen. Oh, een week geen vlogcamera, dat vind ik niet zo moeilijk. Ik heb wel vaker dat ik een week niet film, maar mijn telefoon, ik vind het wel lekker om gewoon bereikbaar te zijn en zeg maar alles te kunnen zien wat er in de wereld gebeurt.